Voorzitter, het verhaal van de Groningers is een verhaal over onmacht. Over grote problemen en een eindeloze strijd voor zelfs de kleinste oplossingen. Over eenzaamheid, over een provincie die zich vergeten voelt. En als Drent mag ik daar ook af en toe van genieten, van dat gevoel. Het komt samen in een verhaal wat mij persoonlijk heel erg raakt, over een jongetje dat aan de minister vraagt om een bankje voor zijn wisselwoning. Zodat hij en zijn zusje daar kunnen gaan zitten als het binnen niet zo fijn is. Omdat papa en mama ruzie maken of gestrest zijn. Nou, zo'n bankje, dat moest toch wel lukken, dacht de minister. Maar dat bankje kwam er niet. Iemand vroeg mij laatst waar de Groningers nou eigenlijk het meest boos over waren. Over de scheuren in hun huis of de rampzalige afhandeling ervan. Ik denk om geen van beide. Wat de diepste wonden heeft geslagen, is het besef dat je er blijkbaar niet toe doet. Dat Nederland rijk wordt van jouw leed, maar dat jij bewust en stelselmatig wordt genegeerd, gemanipuleerd en zelfs actief wordt tegengewerkt als je om hulp vraagt. Dat vadertje staat als betrouwbare schild van bescherming helemaal niet naast je staat, maar recht tegenover je. Voorzitter, ik besef mij dat in Groningen een generatie kinderen opgroeit die hebben geleerd dat dat is wat een overheid doet. Kinderen die veel te jong hebben moeten ervaren dat de grote mensen om hen heen niet in staat zijn om hen te beschermen. Kinderen die nu, net als hun ouders, het gevoel hebben dat ze er blijkbaar niet toe doen. Ik heb daar echt buikpijn van. Omdat ik namelijk heel goed weet hoe dat voelt. Het is een van de redenen dat ik vandaag hier sta, in plaats van waar ik hoor, in het mooie noorden, met mijn boerenlaarzen in de klei. Het is de reden waarom ik in de politiek ben gerold, omdat ik er ziek van word om mensen gemangeld te zien worden door het systeem of computer says no. Voorzitter, de tweede vraag die ik kreeg was: wat hebben de Groningers dan nodig? En daar moet het vandaag wat ons betreft over gaan. De Groningers hebben nodig dat we ze überhaupt die vraag stellen. Want heel veel bewoners hebben mij verteld dat eigenlijk nooit iemand die vraag stelt. En ik snap ook wel dat er geen eenvoudig antwoord is, want iedere situatie en ieder mens is anders. Maar als je echt doorvraagt, dan zeggen heel veel mensen in de kern eigenlijk hetzelfde. Ik wil gewoon kunnen stoppen met vechten voor mijn recht, want ik ben helemaal mur. En ik wil stoppen met de hele dag piekeren over geld zorgen, want ik ben het zat dat mijn gezin lijdt onder die stress. En ik wil erkenning van de overheid. Erkenning dat we in de steek zijn gelaten. Erkenning dat we altijd gelijk hebben gehad. En erkenning dat het geld steeds belangrijker was dan mijn zorgen of mijn kindje wel veilig lag te slapen daarboven in het ledikantje. Drie voorwaarden, voorzitter, om recht te doen aan de Groningers. En aan de gedupeerden, maak ik dezelfde fout als Boutkamp. De gedupeerden in delen van Friesland en Drenthe. En ik loop ze langs in het vervolg van mijn betoog. Vanuit het besef dat als wij hier niet in voorzien, vandaag, hier, helemaal niet hoeven te gaan beginnen met praten over helen. Over helen van scheuren in de muren en het helen van vertrouwen in de overheid. Laat staan het helen van gemeenschappen in Groningen. Het rapport van de enquêtecommissie is 2000 bladzijden dik. De CDA-fractie onderschrijft de conclusies, allemaal, en we omarmen de aanbevelingen. We delen ook de complimenten die al verschillende fracties hebben uitgedeeld richting de enquêtecommissie. Voorzitter, het vechten om recht gaat over het herstel van schade en de versterking van de huizen. En daarmee over veel meer dan een scheur in een stapel stenen. Het gaat over je thuis, een veilige jeugd, vertrouwen hebben in de toekomst. En ik zie mensen die in een isolement zijn geraakt, omdat het vechten voor hun recht alle energie heeft opgeslokt.
En kinderen die moeten constateren dat hun ouders eigenlijk niet beschikbaar zijn. Je moet blijkbaar bijna jurist of mijnbouwexpert worden om je recht te halen. Met oneindig geduld om alle procedures en de harde ongelijke strijd tegen de olies en de staat überhaupt vol te kunnen houden. En na decennia van ontkenning belanden de gedupeerden vervolgens in een doolhof van regels, onderzoeken en procedures. De ramp na de ramp. Rechtmatigheid heeft het steeds verloren van rechtvaardigheid. En iemand zei laatst tegen mij: jullie hebben het altijd over dat de burger het vertrouwen in de politiek is kwijtgeraakt, maar jullie zijn er zelf mee begonnen. Want ik word elke keer door de politiek met wantrouwen benaderd. Voorzitter, het CDA steunt het stoppen van de onderzoeken van schade onder 40.000 euro. Tenminste, het principe ervan. Het loslaten van die causaliteit. Dat is een goede start. Maar het heeft ook wel iets heel wrangs. Want juist voor de zware, complexe gevallen geldt het niet. En bijna alle fracties hebben dit vandaag benoemd. Denk aan de gestapelde schades, fundamentschade, monumentale panden, onze agrariërs, MKB'ers, mensen met een onmogelijke opgave in de versterking. Ik zie voor hen alleen dat de bestaande programma's een beetje worden uitgebreid. Maar als die programma's gisteren niet het effect hadden die die mensen verdienen, waarom zou het dan morgen wel gaan lukken? Ik heb nog nooit gezien dat je met een adviesvoucher het lek in je mestkelder kan dichten. En die oproep om de causaliteit weg te nemen is eigenlijk de kern. Dus ook, vind ik ook een belangrijk aspect in al die 50 maatregelen, is dat misschien wel het meest wezenlijke wat we anders gaan doen dan gisteren. Maar maak dat dan zo groot mogelijk voor zo'n groot mogelijke groep. Dan zijn we er nog niet, want je hebt ook complexe gevallen die daar niet mee opgelost zijn. En in het agroprogramma zie ik heel voorzichtig de taskforce genoemd. Misschien op termijn, als het te traag gaat. Nou, volgens mij gaat het al lang te traag. Dus waarom starten we daar niet gewoon nu meteen mee? En dan niet alleen voor de agrosector, maar voor alle complexe schadegevallen en voor alle schades boven de 40.000 euro die dus geen beroep kunnen doen op die andere maatregel. En zorg er dan ook voor dat die taskforce mandaat, middelen en de doorzettingsmacht krijgt om met maatwerk echt naast de bewoner te kunnen gaan staan en de complexe situaties gewoon op te lossen. Want dat is wat de Groningers al heel lang van ons vragen. Verlos ons van de juridificering en los het op. Graag een reactie van het kabinet. Voorzitter, als geen ander zijn wij hier in staat om met een goed bedoelde oplossing per ongeluk een nieuw probleem te creëren. En dat zou dan geen nijbegun zijn, maar een déjà vu. En daarom vraag ik de staatssecretaris of hij dan op voorhand al wil onderzoeken hoeveel complexe en schrijnende gevallen zo'n taskforce als opdracht om het gewoon op te gaan lossen dan redelijkerwijs aan zou kunnen. En wat ons betreft zetten we dan nog een stap verder. Want zou het dan niet verstandig zijn om die 40.000, die grens, zodanig te verhogen dat die twee regelingen elkaar ontmoeten en elkaar op elkaar aansluiten? Want wat ons betreft moet centraal staan dat we de mensen gaan verlossen van de bureaucratische ellende. Het is toch niet uit te leggen aan een inwoner, en ik heb de rapporten zelf gezien, dat er tienduizenden euro's aan papier, stapels papier, op een keukentafel liggen voor een scheur van 7.000 euro. En mensen worden wel opgelast met de mentale last van al die onderzoeken, maar die verrekte scheur is nog steeds niet gerepareerd. Hoe kijkt de staatssecretaris naar het verhogen van de 40.000 grens? Of misschien, ik heb het andere partijen genoemd, kunnen we hem niet helemaal afschaffen? Kunnen we die causaliteit niet gewoon überhaupt loslaten? De grootste hersteloperatie, voorzitter, gaat over het herstel van vertrouwen. En bouwen aan vertrouwen begint bij absolute duidelijkheid over stoppen met gaswinning uit het Groningerveld. En de woorden 2023, mogelijk 2024 uit de kabinetsreactie worden in Groningen ontvangen met een cynisch: nou, dan zal het wel flink wat later worden. En ik begrijp die reactie heel erg goed. En daarom vraag ik aan de staatssecretaris:
sluiten de putten in 2023? En wat is daar dan voor nodig? En ik vraag de staatssecretaris wanneer de verruiming van het effectgebied voor het toepassen van het bewijsvermoeden bij de gasopslagen rondom Grijpskerk en Norg wordt toegepast, waar het aangenomen amendement Mulder al op 6 december vorig jaar om heeft gevraagd. De inwoners in die gebieden zitten echt al veel te lang in onzekerheid. Voorzitter, de tweede voorwaarde voor de Groningers is het krijgen van zekerheid dat ze kunnen vertrouwen op schadeafhandeling en de versterkingsopgave. En in het rapport Ereschuld van de provincie staat de quote: onze inwoners zijn inmiddels gewend geraakt aan mooie woorden en goede bedoelingen. En te vaak bleken ze niets waard. En helaas herken ik dat. En veel gedupeerden die ik spreek hebben er weinig vertrouwen in dat alle middelen voor schadeherstel en versterking er dan ook echt zullen zijn. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Ook bij een nieuw kabinet. Ook als de NAM uit het gebied vertrekt. En bij de presentatie van de kabinetsreactie sprak de minister-president over de laatste kans om recht te doen aan Groningers. Dat was een grote belofte. En daarna was het credo kost wat kost voor zolang dat nodig is. En nu lees ik in de kabinetsbrief, en ik vind het zuinig, doen wat nodig is. En als u denkt dat het verschil niet is opgevallen, dan kan ik u vertellen dat hebben de Groningers heel goed gezien dat daar wat veranderd is. En u moet het de Groningers ook niet kwalijk nemen dat ze 3 keer net wat anders horen. En daarom vind ik het vandaag heel belangrijk om op dit punt heel precies en kraakhelder te zijn. Want een van de Groningers die ik vorige week heb gesproken zei tegen mij: ik vertrouw dat doen wat nodig is, ik vertrouw het voor geen meter. Want wie bepaalt dan straks voor mij wat nodig is? En daarom heb ik de volgende vragen aan de premier. Wat bedoelt hij met de laatste kans om Groningers recht te doen? En hoe lang staat die belofte dan? En dat zuinig geformuleerde doen wat nodig is uit de kabinetsreactie. Is dat inderdaad minder waard dan kost wat kost zolang als nodig is, als waar de Groningers bezorgd om zijn, voorzitter? Ik mag hopen van niet, maar ik wil het heel graag horen. Het schadeherstel en de versterking gaan we deze kabinetsperiode natuurlijk niet afronden. Dus welke garantie kan de premier vandaag geven aan de Tweede Kamer en aan de Groningers dat de benodigde middelen ook in de toekomst beschikbaar zijn? Ook in een volgende kabinetsperiode. Ook als de gaskraan al is dichtgedraaid. En ook nadat dit debat morgen is afgelopen. En is de minister-president het met ons eens dat dit vertrouwen, dat het goed komt met die schadeherstel en versterking, een absolute voorwaarde is voor welk toekomstperspectief dan ook? Is het kabinet daarom bereid om het principe van kost wat kost voor zolang als het duurt wettelijk vast te leggen in de Groningenwet? Graag een reactie van het kabinet. Voorzitters, voor de Groningers zijn gestuit op een gesloten technocratische overheid. Rendementsdenken, winstmaximalisatie, compliance en modellen gingen telkens boven het publieke belang van veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van de mensen in Groningen. En het leidt tot wanhoop in de ogen van redelijke mensen. Net als bij de toeslagenouders en in de stikstofcrisis. En daar moeten we vandaag menselijkheid, rechtvaardigheid, dienstbaarheid tegenover willen zetten. Als erkenning en als de laatste kans om de Groningers en daarmee onze samenleving als geheel recht te doen. De harde conclusie van de enquêtecommissie is dat het belang van onze inwoners bewust en structureel ondergeschikt was aan rendementsdenken en winstmaximalisatie. Gasgebouw was een stille vennootschap. Ambtenaren die besloten de minister maar beter niet te informeren. Traineren van het verband tussen gaswinning en aardbevingen. En daarna het hele verhaal over leveringszekerheid en vlakke winning. En de enorme invloed van de NAM op het proces van schadeherstel. Keer op keer delfde het publieke belang het onderspit. En in die zin is het wrang
hoe stil de olies nu zijn. En de afgelopen weken heb ik als nieuw Kamerlid, maar liefst 3 weken al, in een democratische rechtsstraat ben ik er wel echt van geschrokken, voorzitter. Hoeveel cynisme en achterdocht we in de Tweede Kamer blijkbaar moeten aanwenden om de feiten boven tafel te krijgen. Zo zou het niet moeten werken. Kan de minister-president hierop reflecteren? Wat vindt hij hier nou eigenlijk van? En wat gaat hij daaraan doen? Het is, mijn voorganger Agnes Mulder heeft in het vorige debat al gezegd, van alles wat ik liever anders had gedaan, heb ik er vooral spijt van dat we zijn belazerd en bedonderd en dat ik het niet door had. En we hebben hard doorgevraagd, en de heer Nijboer refereerde er ook al aan, maar misschien had dat nog wel harder gemoeten. En dat we er spijt van hebben dat we die bestuurlijke spaghetti die heeft geleid tot een technocratische overheid, niet uit elkaar hebben weten te ontwarren. En vooral ook dat die pauzeknop is ingedrukt. Dat heeft niemand goed gedaan en al helemaal de Groningers niet. Voorzitter, kan de minister-president uitleggen waarom pas in 2018 de ernst van de situatie tot hem doordrong? Er zijn al een boel fracties geweest die het daarover hadden. En ik vind het net zo onbegrijpelijk als mijn voorgangers. Heeft hij de noodkreten vanuit Groningen dan niet gehoord? Want ze waren er absoluut. En hoe kunnen we er nou op vertrouwen dat de minister-president in de toekomst zulke noodkreten wel hoort? En heeft de minister-president in de gaten hoezeer deze uitspraak de mensen in Groningen heeft geraakt? Vandaag nog kwam iemand daar bij me op terug. En dat komt omdat mensen zich afvragen, doen wij er dan als inwoner eigenlijk wel toe? Als je pas in 2018 doorhebt dat wij aan de noodbel hangen. Mijn fractie is geschrokken van de conclusie dat het publieke belang niet belegd is in het gasgebouw. En wat zegt dit dan over de borging van het publieke belang bij andere staatsdeelnemers? Want we hebben er nog meer. Schiphol, Holland Casino, GasUnie. Welke lessen trekt de minister-president als het gaat om het borgen van publieke belang bij de staatsdeelnemingen? En ik zeg alvast, als het antwoord is dat doen we via het collegiale overleg in de ministerraad, dan is dat voor mijn fractie niet voldoende. Want wij vinden het succes, hoe dat is gelukt in Groningen, niet dusdanig dat we zouden zeggen, blijf dat maar op die manier zo doen. Voorzitter, Groningen heeft het hoogste percentage kinderen die de provincie wil verlaten. Dat is het stille verdriet van Groningen. Want zonder jeugd is er geen toekomst. En wat ons betreft is een generatielange agenda voor duurzame economische groei, zoals het mooi in de kabinetsreactie staat, daarom ook niet genoeg. Wat ons betreft laten we de Groningers zelf bepalen wat hun agenda is. En ook wij hadden de verbazing over de lege invulling van de sociale agenda, net als de heer Ontzicht. Maar toen ik daar nog een minuutje over doordacht, dacht ik, als dat nou betekent dat dat een kans is dat de Groningers een serieuze plek aan tafel krijgen, inclusief de kinderen, om die sociale agenda in te vullen, dan gaat het misschien nog wat worden. Want het gaat om hun toekomst. En die plek die zij verdienen om vorm te geven aan hun toekomst, hebben ze eigenlijk nooit gehad en daar hebben ze wel recht op. Het CDA gelooft in het aanboren van de kracht van de samenleving, Gronings noaberschap. Inwoners weten het beste wat er nodig is en hoe dat bereikt kan worden. Ook de kinderen. Dus hoe wil het kabinet de Groningers jong en oud in hun dorp, buurtje of straat, als daar goede plannen leven, echt een serieuze plek gaan geven bij het vormgeven van die sociale en economische agenda? En welke rol en middelen gaan er dan naar de gemeente die als overheid het dichtst bij de burger staat? En in relatie daarmee willen we graag weten, hoe kijkt de staatssecretaris naar de aanbeveling van de enquêtecommissie om daarvoor het provincie- en gemeentefonds te gebruiken? Voorzitter, het CDA is positief over de commissie van Geel
En de analyse die er gemaakt gaat worden over onuitlegbare verschillen. Want het zijn nou juist die onuitlegbare verschillen die hele gemeenschappen hebben ontwricht. Als we dat niet oplossen, dan kan een gemeenschap ook niet helen. Maar, zo vraag ik het kabinet, als ik dan vervolgens naar het financiële overzicht kijk, zie ik daar geen budget terug voor datgene wat de commissie van Geel gaat opduikelen. En ik ben er vrij zeker van dat ze wat gaan opduikelen. Dus het zou ons verstandig lijken om daar wel alvast financiële ruimte voor te maken. Graag een reactie. Voorzitter, tot slot hebben we in ons rapport voor heel Nederland beschreven hoe we in ons land al veel te lang keuzes hebben gebaseerd op het rendementsdenken. En daar is mijn eigen fractie de afgelopen jaren misschien ook wel te ver in meegegaan. En de eerste keer is dat misschien ook wel logisch. En de tweede en de derde keer misschien ook nog wel. Maar als je het blijft doen, dan leidt het tot een kloof die gewoon onrechtvaardig is. En de minister-president erkende dit eigenlijk zelf in de Telegraaf van 27 maart, waarin hij zei: onze modellen houden geen rekening met dunbevolkte gebieden. Maar als het kabinet zich dan bewust is van dat feit, waarom staat dan de Neder-Saxe en de Lelylijn nog steeds met zoveel slagen om de arm, heel voorzichtig genoemd, in de kabinetsreactie? Is dit dan niet het moment voor een sterke commitment? Had Groningen er eigenlijk niet sowieso al recht op dat commitment? En in het deltaplan voor het noorden spelen die twee lijnen niet voor niks een cruciale rol. Want het gaat niet alleen om die spoorlijnen, maar het gaat ook om leefbaarheid en het gaat om werkgelegenheid. En als impuls voor de ontwikkeling van het noorden vinden wij het hoog tijd voor de volgende stap. Dus wat de CDA betreft maakt de regering dan ook haast met de Lelylijn en de Neder-Saxe lijn. En deelt de minister-president dat het belang van een Nijbegun doorslaggevend zou moeten zijn voor de realisatie van deze cruciale spoorlijn. Voorzitter, wij gaan in dit huis niet over het bankje voor het huis van de wisselwoning. Maar we gaan wel over de veiligheid en het welzijn van onze inwoners. Over het feit dat iedereen telt, iedereen gehoord en gezien wordt en iedereen ertoe doet. Daar heeft het in Groningen stevast aan ontbroken. Dat moet anders. Om daaraan als volksvertegenwoordiger mijn bijdrage te leveren, vandaag hier met jullie, beschouw ik als een voorrecht en een grote verantwoordelijkheid. Voor Groningen en voor heel Nederland. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Vedder. Laatste vraag, de heer Nijboer, PvdA. Ja, dank voorzitter. Allereerst complimenten. Een verhaal op zo'n zwaar debat, dat klinkt als een klok. Dat passen complimenten voor mevrouw Vedder. Ik heb één vraag, ook gezien haar betoog, ligt dat haar na aan het hart. Dat is namelijk de voorzieningen in Groningen die nu verdwijnen. En ook in de kop van Drenthe. Dat zien we steeds gebeuren. Dat heb ik ook een paar keer aan andere collega's gevraagd. Vindt het CDA ook niet, als je vertrouwen wil hebben in de toekomst, dat dat wel het minste is waar je mee moet beginnen om dat een halt toe te roepen? Mevrouw Vedder. Ja, voorzitter, ik heb er zelfs een aantekening van gemaakt. Vandaag, net tijdens het debat, want ik was het daar heel erg mee eens. En het sluit aan op wat wij als CDA belangrijk vinden, namelijk dat een regio, een buurt, zijn eigen regie zou moeten hebben over zijn eigen omgeving. Dus dat de input van een regio cruciaal is in de invulling van zowel de sociale als economische agenda's, maar ook op dit soort onderwerpen. Want het zijn, laten we dat nou niet hier in Den Haag gaan bepalen, zou mijn, uit het diepst van mijn tenen mijn oproep zijn, laten we dat nou niet hier in Den Haag gaan bepalen wat er in Groningen wel en niet belangrijk is, want dat weten de inwoners zelf als geen ander. En daarom vinden we het ook zo belangrijk dat dus juist die gemeentes met burgerparticipatie aan de bal komen om voor hun eigen leefomgeving te doen wat nodig is. En dat begint heel vaak bij het scheppen van toekomstperspectief voor de voorzieningen die er
nog zijn. Dank u wel. Ik wilde godzijdank zeggen, maar dat moet ik als CDA misschien maar niet doen. Ja, dat is nou ja, uw hele fractie zit er wel bijna. Hè? Dank u wel. Volgens mij deel ik de... Ik wil in ieder geval zeggen dat ik de complimenten deel. Het is een medespeech en volgens mij is het ook een hele bijzondere medespeech tijdens een heel bijzonder debat. Dus volgens mij, als u terugdenkt over een aantal jaren, dan denkt u, goh, dat heb ik toch maar even gedaan tijdens een heel heftig debat. Mevrouw Bikker, ik vond het eigenlijk wel mooi zo, maar... Ja, voorzitter, ik rende eigenlijk ook naar voren om gewoon wat je normaal gewend bent bij een medespeech ook uit te spreken. Dat ik het zo krachtig vind hoe mevrouw Ferrer juist vanuit haar christendemocratische waarden en vanuit de plek waar ze woont, vanuit haar tenen sprak. En daar wil ik haar gewoon bij haar eerste toespraak voor complimenteren. En ik kijk er ook naar uit om zo samen verder op te trekken. Nou, volgens mij delen we dat allemaal. Dank. Daarmee...